Ik. Oeps. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van The Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van het TikTok-kanaal LindaKaas of van mijn Instagram-pagina Where Linda Goes. Dus ik ga vandaag naar The Action om te kijken wat voor leuke tuindecoraties ze hebben onder de 3 euro. Dus laten we gaan! Deze citronellenkaarsen. Want je wil natuurlijk geen muggen op je, of, ja, geen muggen in je tuin. Een leuke manier om je tuin te sproeien. Deze tuinsproeier. Zo, deze is echt vet leuk. En super goed voor de bijen en insecten in je tuin. Dus die gaat sowieso mee. Deze is vet schattig. Ik heb weer een hele tas vol met spulletjes en dit is allemaal onder de 3 euro. Dus laten we snel beginnen. Nou, als eerste begin ik maar met deze geweldige tomatenprikker. Je kan hem in je moestuin prikken bij je tomatenplantjes. Dus dat vond ik wel leuk, want ik heb ook een bak met allemaal tomatenplantjes. Dus daar ga ik deze zo meteen tussen zetten. En deze kost 1 euro en 99 cent. En dan gaan we door. Dit hele opvallende... Dit opvallende ding, het is een flower sprinkler. Er zit een hele grote bloem op. En ja, ik ga het even uit de verpakking halen. Nou, deze moet je dan hierin doen. Nou, zoals op de plaatjes te zien is, komt er water uit. Als je er dus een tuinslang op aanzet, hier kan je de tuinslang op aansluiten. En dan gaat deze zo... water sproeien. Nou, leuk toch? Lekker vrolijk in je tuin. Love it. Deze tuinsproeier was 2,99 euro. Ja, en jullie zien ze natuurlijk al. Deze hele coole bamboe kandelaren. Of ja, kandelaren. Ja, het is een kandelaar toch? Nou, met gele kaarsjes erin. Die vond ik wel heel cute. Lekker zomers kleurtje. Deze kostte 1,99 euro per stuk. En dan het volgende. Ik vond deze zo schattig. Het is een kleine kameleon. Een kameleon voor in je tuin. Nou, lekker kitsch. En er zit ook een lampje in. Dat is toch schattig. Ja joh. Cute. Deze leuke kameleon was 2,50 euro. En dit vind ik zelf een heel leuk ding. Een bijenhotel. Of ja, een insectenhotel. Niet alleen voor bijen. Ja, het is natuurlijk heel goed om goede biodiversiteit in je tuin te hebben. En daar kunnen deze insectenhotelletjes aan meewerken. Want de bijtjes die gaan erin en die vinden dat heel chill. En die komen lekker in jouw tuin wonen. En dat is weer goed voor jouw bloemetjes. Je kan hem ophangen aan de muur of aan een boom of aan een schutting. Kan ook. Dit insectenhotel was 2,50 euro. Als je dus buiten in de tuin zit, dan wil je niet helemaal lek geprikt worden door allerlei muggen. Dus wat heb ik? Citronella kaars. Ik vind dat heel lekker ruiken. Maar de muggen dus niet. Dus dat is een pluspuntje. En ze zitten in een leuk potje. Dus als die leeg is, kan je er een leuk plantje in zetten. Leuk toch? Deze citronellenkaarsjes zijn 1,50 per stuk. En ik heb ook gelijk even deze gehaald. Dat zijn ook een paar citronella lampjes. Dus als die leeg zijn, kan ik deze er weer inzetten. Of als deze dus op is, kan ik ze weer vervangen met nieuwe citronellenkaarsjes. Slim. Deze is 1,84 euro. Dit, ja... is toch wel een meesterlijke aankoop. Je valt weinig over te vertellen. Een slak. Ja, meestal wil je hem niet in je tuin, maar deze vond ik toch wel heel schattig. Deze slak kost 1,47 euro. En dan heb ik hier nog een paar tuinprikkers. Nou ja, deze wel schattig met een vlindertje. En deze kikker met een windmolentje. Nou, leuk. Als je een vijvertje hebt, kan je deze er zo bij zetten. Hartstikke leuk. Die vlinder was uit mijn hoofd 99 cent. En de kikker was 1,70 euro. En als je tuin gaat decoreren, is verlichting natuurlijk ook heel belangrijk. Ik heb vier
solarlampjes meegenomen. Die werken op zonne-energie, dus die prik je zo in je tuin en dan overdag laat die op. En 's avonds heb je een leuk lampje in je tuin. Deze kosten maar 86 cent per stuk. En we blijven nog even bij de verlichting, want ik heb ook een steen. Ik heb een steen met een lampje. Ja. En ook deze werkt op zonne-energie. Tadaa! Zo'n gigantische lamp trouwens. Maar hier gaat zon op en dan 's avonds komt er een lampje uit. Dus als je heel veel stenen in je tuin hebt of je hebt een rotsachtige heuvel, kan je deze dus ook tussen zetten. Valt die helemaal niet op. Deze rotslamp kost €2,99. En ik vond deze ook echt super schattig. Ik heb hem nog niet uit de verpakking gezien, maar op het plaatje ziet het er heel cute uit. Kijk. Kijk dan, joh. Wat een schattig bijtje. Oh. Cute. Deze kost €2,50. En dan heb ik dit. Dit zijn ook lampjes, maar met blaadjes. En ik denk dus dat je dit er dan omheen kan wikkelen. En dan heb je een hele mooie klimop met verlichting. Dit kun je heel leuk om je balkonrand wikkelen. Deze kost €1,75. De tas begint al aardig leeg te raken. Ik heb nog 4 dingetjes. En een ervan is deze leuke gieter. Ik dacht eerst dat het gewoon een gieter was, maar dat is het niet. Het is een pot. Dus je kan er een plant in doen. Het is eigenlijk gewoon ter decoratie. Dus zet er een leuk plantje in en dan staat het toch enig. Deze gieter kost €2,77. Deze hanging basket. Die vond ik ook wel tof. Die kan je aan je, hoe noem je dat, overkapping kan je die vastmaken. Of aan een haakje of iets anders. In ieder geval een super coole kleur. Match mooi met de tuin. Zet er een leuk plantje in en nou, het is toch super leuk. Deze pot kost €2,99. Ik was deze al helemaal vergeten, maar kijk hoe schattig dit is. Dit is ook een slak, maar deze slak werkt op zonne-energie. Dus 's avonds komen er lampjes uit zijn ogen. Super schattig. Kijk, ons plaatje. Zo ziet het er dan uit. Misschien een beetje creepy, maar ook heel leuk. Deze slak was €1,99. En als laatste heb ik deze houten kistjes. Hij is nog heel. Ik heb deze houten kistjes. Die vond ik wel schattig. Wat kan je erin doen? Van alles. Maar je kan er ook gewoon plantjes in doen. Of bloemetjes. Deze kistjes kosten €2,50 per stuk. En dat was het alweer. Ik heb hier alle spullen liggen. Ik ga straks alles mooi op mijn balkon zetten. Ik heb zelf geen tuin, maar mijn moeder wel. Dus die vindt het vast heel leuk als ik dit bij haar in de tuin ga zetten. Welk item voor in de tuin vond jij het leukst? Laat het mij even weten in de comments. En vergeet niet te abonneren op de Action, want dan mis je geen enkele video meer. En wil je meer video's van mij zien? Dan kan je me opzoeken op TikTok. Daar heet ik Linda Kaas. En tot de volgende keer!